Opgericht door Stichting Oud-Hollandse Waterlinie, de historische kring Nieuwpoort en Nieuwpoort 700 plus. Stadhuis geborgen zit. Toch, Ivan? Je gaat ook nog even welkom. Die Oud-Hollandse Waterlinie, dat is een hele bijzondere manier om ons land te beschermen. Niks. Ja, maar niks. En alles wat jullie hier zien is echt. Het is echt metaal op staat. Hoe dat gegeven. En we werd op een gegeven moment afgevuurd. Nou, zoals eerder rond 1700 dag. Die zetten je in de grond. Dit is gewoon een handelsschip. Daar zitten kanonnen. Hele kleine staartjes, maar die hadden we hier in. Maar Lodewijk de Vries. Zou de zee helemaal tot aan de biesbos zo. Een hele brede strook bewaken. Nee, dat kan niet. Want dat is niet diep genoeg. En baaf, het valt op de sloot. En dan gaan ze helemaal. En dan verzuipen ze gewoon. Soldaten hier zo in. Wij komen uit 1672. Wij zijn rondreizende muzikanten. Op de vlucht van het water. Het water van de waterlinie. Ja. Boef! Ja! Oh, weer niet hoog. Aan ons af. Moet je dit volgen? Dit lijkt op zee. Dat is de Franse steel. En aan. Poort beter verdedigen. Je ziet daar nog eens. De groepen met de rode opdruk. Eén of misschien zelfs meerdere woorden. P. Ja, P. Ja, ook even. P. Oh, het is wel weer afgenomen. Want we hebben nu. Je mag het op hier. Precies, precies. Dat is handig. Nou, ik hoorde één keping zetten, terwijl die kleur. Nou, als laatste beetje ga ik weg met mijn pen. Een musketier had toen de tijd ook geen harnas aan. Eerste Rijn over, het gaat allemaal goed. Ik kan gaan onderhandelen, ik kan... Wethouder voor uitgenodigd, de heer Vat. Sterker nog, we zitten nu snel in een prachtige stad. Kan zien waar jullie ook geweest zijn, daar. Lini, kom!